Geen drug heeft zich de afgelopen 10 jaar zo snel verspreid als ecstasy. In discotheken en op houseparties gaan de chemische pillen van hand tot hand. Wat wij zien en wat wij bemerken is dat de markt momenteel overspoeld wordt met ecstasy en amfetaminepillen. In 1988 verklaarde de overheid ecstasy tot harddrug. Vanaf die tijd geeft justitie hoge prioriteit aan opsporing en vervolging van producenten en handelaren. Als daar iets verkeerd was gegaan, was een hele wijk omhoog gevlogen. Absoluut. Inmiddels maken deze chemische drugs hun opmars in de provincie. Dit is het jongereninformatiepunt. Het is een van de projecten die vallen onder het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. Het is een bus, een infobus, waar jongeren makkelijk binnen kunnen stappen voor informatie op allerlei gezondheidsterreinen. Op dit moment zijn de uitgaansmiddelen, die er in ieder geval de ronde doen, zodanig vanaf dat die groep die die middelen gebruiken, die komen niet naar de instellingen. En vandaar dat we besloten hebben een infobus op Stratum Zen, ons uitgangsgebied hier in Eindhoven, middenin te plaatsen om de jongeren te informeren, naar de jongeren toe. De eerste pil, kun je het nog herinneren? Ik kan het goed herinneren. Gewoon een keer proberen, maar ja, dat ging wel. Wat voelde je? Ja, dat kunnen we niet beschrijven. Probeer het eens. Dan voelde ik gewoon een licht van binnen. Je voelt waar je gewoon helemaal vrij, je merkt gewoon niks meer. Prettig gevoel? Ja. En waar was je toen je de eerste pil slikte? Op een georganiseerde party. Ecstasy als zodanig, dat is één stof, MDMA. Die lijkt op amfetamine aan de ene kant en lijkt op mescaline aan de andere kant. Amfetamine, dat pept je op, je hartslag gaat omhoog, dat soort dingen. Dus je wordt sneller, zeg je kunnen zeggen. En de mescaline kant, dat is meer een hallucinogene werking, heeft dus ook invloed op het brein. En de mensen vertellen dan dat ze zich opener voelen, dat ze zich prettiger voelen, dat ze opener staan voor andere mensen, makkelijker kunnen communiceren. We hebben een aantal parkeerwachten buiten lopen. De instructie luidt, we willen de mensen dus niet in een auto. We kunnen het parkeerplaats oprijden, ze mogen niet in een auto blijven zitten. En we willen ook geen verzamelpunt hebben van jongeren, dus een samenscholing van jongeren. En zeker niet bij auto's, want daardoor help je in de hand dat ze dus bij een auto kunnen gaan dealen. Of ze kunnen daar even een pilletje nemen, of ze kunnen wat wiet roken. Maar het is dus zo op dit moment dat de mensen die het terrein opkomen, die in een auto blijven zitten, gesommeerd worden om weer door te rijden of een auto uit te stappen en naar binnen te gaan. Het kan een hele nadelige invloed hebben als je gewoon bekend zou komen te staan als gelegenheid waar gewoon veel met drugs gewerkt of gedeeld wordt of iets in die geest. Dus we hebben het ook ruim van tevoren besloten nou, dat we dat absoluut niet wilden. En dus we zijn met z'n allen eigenlijk om tafel gaan zitten wat we daar dan eigenlijk tegen konden doen. Ja, vandaar dat we dus toch een soort protocol, ik weet niet net hoe je het noemen wil, maar toch, we proberen het gewoon te vermijden. Ik denk dat het op dit moment heel hevig is, ja. Vooral onder een bepaalde groep jongeren die zeker van dit soort housemuziek houdt, de gabber en het hardere hardcore gebeuren. Die ook pillen gebruiken? Die ook pillen gebruiken, ja. En die zijn 14, 15, 16? Of is dat die komen hier niet binnen. Wij kunnen het alleen constateren bij jongeren boven de 16 jaar. Kunnen jullie hier zo deze deur kunnen weer komt verlaten? Volg even meenemen, dames. Ja, hoe moet jij nou naar huis? Hoe kom je naar huis? Ik ga even naar huis bellen dat iemand op komt halen. Ja, wat? Ik ga nog eentje even bellen.
waarom niet nu? Het is niet van alleen de lagere lagen in de bevolking die dat gebruiken. Het zijn ook de mensen die dus een goed inkomen hebben, die dat soort pillen en dat soort drugs gebruiken. Het is niet te associëren met, alleen het is daar waar mensen zich concentreren. Daar wordt het veranderd. Het begon op donderdag? Ja, donderdag, meestal vrijdag en zaterdag uit, zondag uit. En dan weer de hele week bijkomen en dan was het weer vrijdag. Zo ging het? Dan ging het weer te keren, ja. Maar als je dus op donderdag begon, dan begon je met één pil? Ja, en de rest volgt dan vanzelf. En dan niet slapen? Niet slapen. Je wordt 5 dagen wakker of zo. Elk middel heeft zijn bijwerkingen. En dat is toch een overbelasting van het cardiovasculaire systeem, het hart en het bloedvaten. En dat leidt tot allerlei stoornissen in allerlei organen. Zoals wat? Het hart. Dus, dat zijn vaak jonge mensen, die hebben meestal niks aan hun hart. Dus, maar goed, dat gaat heel snel tekeer. Het moet heel hard werken. Het kan op de bloedvaten inwerken. Er zijn hersenbloedingen beschreven. Er is ook een bijwerking beschreven waarvan men niet goed weet waar het vandaan komt. Dat je door één pil al een dusdanige soort allergische reactie krijgt dat de lever ernstig beschadigd raakt. Het gebruik van middelen, ecstasy, cocaïne, tripmiddelen, diverse. We weten dat er in ieder geval binnen het uitgangscentrum van alles te krijgen is op het gebied van middelen. Nou, we willen jongeren in ieder geval voorlichten over hoe te gebruiken. En als je gebruikt, dat je het verstandig doet. Ecstasy als zodanig, het is natuurlijk een stof die maar heel kort gebruikt wordt. Waarvan het ook bijvoorbeeld niet bekend is of het überhaupt verslavende effecten heeft. Dat is niet duidelijk. Men zegt van niet, dat hoor je tenminste. Ja, nou ja, goed, maar de informatie die nu ontstaat, dat het dus een beschadiging geeft in het brein. Het zou best kunnen zijn dat dat gaat vragen in het brein, zeg maar, om weer een nieuwe dosering. Dat er dus een soort hunkering ontstaat om een nieuwe dosering te krijgen, om het effect van het uitvallen van cellen te compenseren. Ik weet het niet. 13-10 Den Bosch. 13-10. Geldig rijbewijs Berner. Zou een rode golf zijn? 13-10, zeg je maar. De Brabantse politie spoort met regelmaat criminele organisaties op die vooral in deze provincie chemische drugs produceren en verhandelen. In de zomer van 1994 krijgt men bij het korps Brabant Noord het vermoeden dat een bekende dealer meer is dan een huisdealer die wat junken bevoorraadt. Er wordt een onderzoek ingesteld. Gaandeweg de operatie en het afluisteren van de telefoon alsmede het verrichten van de observaties zagen wij dat er contacten waren. En dat er ontmoetingen waren met een aantal andere grote criminelen. Men kwam samen op een aantal adressen. We kwamen uit op vermoedelijke plaatsen waar werd gelaboreerd. Of waar opslagplaatsen waren voor laboratoria-accessoires of chemicaliën. En daardoor kregen we niet alleen het vermoeden, maar werd het bevestigd dat dit een grote organisatie was. Hier is gelaboreerd. Jullie zouden ook mensen hier in en uit gaan? Ja. Met materiaal en met spullen? Met materiaal, met laboratorium, spullen, met jerrycans en noem maar op. En ze hebben het op een gegeven moment verplaatst van het een naar de andere plek? Ja. Wel in deze omgeving? Wel in deze omgeving, ja. Hier in Paalstraat verderop is het toen weer verder doorgegaan. En waarom zouden ze dat doen, dat ze verplaatsen steeds? De stank. Ja, pure stank. Als je was echt helemaal naar buiten komt, de stank. En ook via het riool. Dan is het echt een onderhakelijke stank. En dan gaan de mensen bellen. Organisaties maken gebruik van de hit-and-run-methode. Dus een korte periode op een locatie werken. Daarna de zaak inpakken en elders weer opbouwen. Om te voorkomen dat de politie en justitie achter de verblijfplaats van het laboratorium zou kunnen komen. In totaal hebben we binnen deze operatie waar we nu over praten. Weten we dat ze in ieder geval gefunctioneerd hebben in 14 verschillende laboratoria en in 11 opslagplaatsen. Het kan in een kelder, het kan op een zolder, het kan in een schuur, in een garage, in een bedrijf. We hebben ze in alle soorten en maten hebben ze zeg maar waar kunnen maken. Na maanden observeren hebben de misdaadanalisten van het korps het complete netwerk in beeld. Zware criminelen,
halve criminelen en mensen die nog nooit met justitie in aanraking zijn geweest, vormen een perfecte organisatie met een uitgekiende taakverdeling. Je had pushers, je had mensen die laboreerden, je had hulpjes, je had mensen die verzorgden de opslagplaatsen en je had ook gewoon mensen die hand- en spandiensten verrichten. Begin 1995, 5 maanden na de start van het onderzoek, komt het team voor het eerst in actie. Op een parkeerplaats langs de A1 wordt een auto onderschept met 5 kilo amfetamine, oftewel speed. 2 mannen worden gearresteerd. Uit de verhoren bleek dat in Apeldoorn op een locatie een pillensmachine zou moeten staan. Daar is vervolgens huiszoeking verricht. Dat was hier in deze buurt, hè? Dat was in deze buurt. Bij die huiszoeking werd inderdaad de pillenmachine aangetroffen, achter een woning in een schuurtje. En bij die pillenmachine werden 2-tal personen aangetroffen die nog drukdoende waren met het produceren van amfetamine-tabletten. En er was in het geheel geen afzuiging in die ruimte. Ja, er ging ook een afgrijzelijke stank in die ruimte zelf. Toen de politie al hier in Apeldoorn die 2 personen heeft aangehouden en die werden ingesloten, korte tijd daarna heeft 1 van die personen 2 maal kort achter elkaar een herseninfarct gekregen. En we mogen gerust aannemen dat het is vanwege het feit dat hij aan het werk is geweest in die ongeventileerde ruimte waar al die, ja, die chemische, ja, verdovende middelen lagen en verwerkt werden. Na die eerste arrestaties wordt het gehele netwerk, dat bestaat uit 50 personen, stukje bij beetje opgerold. De meeste verdachten zijn geboren en getogen Brabanders, zonder beroep of vast werk. Een aantal verdachten hebben verklaard dat ze geen amfetamine of andere stoffen vallend onder de opiumwet hebben gemaakt, maar ze hebben verklaard dat zij stoffen hebben gemaakt die niet vielen onder de opiumwet. En die pleiten ook voor het feit dat ze niet strafbaar zijn. De verdachten hadden het adviesbureau Drugs van August de Loer, het bureau dat op houseparties de kwaliteit van pillen test, gevraagd door hen gefabriceerd chemisch poeder te onderzoeken. Het adviesbureau ging aan de slag en constateerde een amfetamineachtige stof. Vervolgens werd het poeder doorgestuurd naar het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs voor laboratoriumonderzoek. De uitslag was dat de stof bij het instituut onbekend was en niet voorkwam in de computer. Bij de stichting August de Loer lieten ze nagaan of het middel wat ze gemaakt hadden, of dat inderdaad een middel was wat viel onder de bepalingen van de opiumwet. En de kwaliteit van hetgeen ze gefabriceerd hadden, ja, dat kregen ze te horen van de klant. Een aantal mensen waren voorzien van monsters van de partijen. En daar gingen ze de boer mee op om die te proberen verkopen aan andere groeperingen. Als het monster goed werd bevonden, werd de bestelling gedaan. En dan zagen we inderdaad dat hoeveelheden pillen of kilo's naar die mensen toe gingen. En daar waar we wetenschap hadden en konden ingrijpen, grepen we in. We lieten het dus beslist niet doorgaan tot de straathandel. Ik 100% tegenhouden, dat is altijd heel moeilijk, want degenen die echt per se dingetjes naar binnen willen krijgen, die zijn heel geraffineerd in het binnensmokkelen. En de onderzoek die wij mogen doen aan de kleding, die gaat niet zo ver als bijvoorbeeld wat de politie zou mogen. En, dus we zijn enigszins beperkt, maar toch in vergelijking met andere discotheken waar dus niks wordt gedaan, merken wij hier dat best wel resultaat heeft. Het personeel zelf wordt ook gecheckt, hè? Ja, want in het begin zijn er 1 of 2 incidentjes geweest waarbij mensen in samenwerking met personeelsleden toch voor elkaar hadden gekregen om bepaalde zaken binnen te krijgen die we liever niet binnen hadden. Als mensen een x-hoeveelheid drugs bij zich hebben waarop het erop lijkt dat ze dealer zijn, dan worden die mensen even apart genomen en van die mensen wordt ook een klein persoonlijk archiefje aangelegd wie die mensen zijn, waar ze vandaan komen en wat er in beslag genomen is. En is het zo dat de mensen dus
bijvoorbeeld een zeg maar vijftal pillen mee hebben, waar wij vandaan denken dat ze in de handel zouden kunnen zitten, dan worden deze mensen aan justitie overgeleverd. Zaterdag hier naartoe, naar de time-out. Ja. En je vindt het hier het prettigst? Ja. Nou, kun je uitleggen waarom? Gemoedelijke sfeer, ondanks dat er zoveel mensen hier zijn. En dan loopt hier heel veel personeel rond. Dus mocht er iets zijn, dan wordt het in de kiem gesmoord. Dan heb ik toch wel een veilig gevoel. De drovende middelen heb ik niks van gemerkt in ieder geval. Merk je niet. En ja, drinken. Ja, gewoon, denk ik. Jongeren die op stap gaan, die drinken toch wel wat. Dus. En wel een andere discotheek iets gemerkt van ecstasy, drugs. Jawel. Ja? Maar wordt er ook in de discotheek zelf gehandeld en gedeeld? Of doen ze daar buiten veel? In de discotheek. Pillen. In de discotheken. Ja. Op de wc's? Ja, onder andere. Ja, in de hoek, dus bij de wc's is het vaak rustig. Waarom ben je gaan verkopen zelf op een bepaald moment? Om geld te verdienen. Iedereen wil geld verdienen, dus. En is het dan makkelijk om te zeggen van ik wil een partij pillen en die ga ik verkopen? Ja, dat lukt makkelijk. Dat is het probleem, die kan hier bijna overal aankomen. Maar ook 100 tegelijk? Duizenden tegelijk, als je wilt. Maakt niet uit. Van mensen die jij kent? Ja, er zijn een heleboel mensen die pillen verkopen, dus. Dus er zijn echt heel veel pillen op de markt? Ja, heel veel, ja. En heel veel mensen die ze gebruiken. Ja? Ja, echt wel. Steeds meer? Wordt er steeds meer, ja. Had jij nog een beetje zicht op wat je precies verkocht? Ja, dan doe ik gewoon inkopen en dan even een paar uit laten proberen. En dan pas ja, de grote hoeveelheid inkopen. Als ze zeggen dat het goed is, dan kan ik gewoon weer inkopen. En het uitproberen deed jij zelf? Nee. Had je andere voor? Ja. Jongens? Ja. Zei je, slikt er eens een paar? Ja. En als die goed beviel, als ze zeggen dat is goed, dan kocht je de grote hoeveelheid in? Ja. En die kocht je natuurlijk van echte criminelen, of niet? Of zie je dat niet zo? Echte criminelen, gewoon mensen die geld willen verdienen. En weet je waar zij die weer vandaan hadden? Ja, dat maakt niet uit. Blijkbaar. De zitting wordt geopend. Meneer, u woont in Den Bosch en u bent thans gedetineerd in de penitentiaire in de richting Oosterhoek de Raven. Het onderzoek van de politie Brabant-Noord richtte zich op een groot aantal verdachten die zich in Den Bosch, Amsterdam, Apeldoorn of elders in Nederland op omvangrijke schaal bezighielden met het produceren van amfetamine en de verkoop en aflevering daarvan. Gedurende het onderzoek is er op een aantal plaatsen huiszoeking gedaan door heel Nederland. Waarbij in totaal ongeveer 20 kilo amfetamine, een grote hoeveelheid afvalstoffen in verband met de productie van amfetamine, laboratoriumapparatuur, een professionele pillenmachine, stempels, wapens, allerlei schriftelijke bescheiden, ook met betrekking tot de productie van amfetamine en waar de goederen in beslag zijn genomen. Hier hebben we onder andere een fles die men gebruikt heeft, ook om in te koken. En daar zitten zelfs de verbrandingsverschijnselen zitten er nog onderin. Maar deze fles wordt dus als het ware als een pan op het gas gezet? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En verhit en dan beginnen te borrelen. Dus ja, daar want borrelt. Het is hittebestendig glas. Daar borrelt men in tot het product is zover is dat men een half product heeft. 36 uur. 36 uur inderdaad, ja. Ja, dit zijn de trechters. De restanten van de bruine prut is er nog in te zien. Hier zit dus het half product in. Althans, restanten van een half product. Die wordt ook gebruikt in de bouwwereld. Een grote mixer is het eigenlijk. En die wordt in een ton gezet. En dan wordt de stof gemixt. Ja, en daar wordt het halffabrikaat mee gemixt. Het halffabrikaat samen met het zoutzuur, om het goed te mengen. En dan krijgt men een papachtige, witte, grijze vloeistof. En die begint dan, nadat hij gekristalliseerd is, moet hij gedroogd worden. En aan de hand daarvan, ja, dan wordt het een droog poeder. En dan kan men er eventueel pillen van maken.
Het is gewoon eigenlijk, ja, het is net bakmeel. Maar dan toch anders. En waar wogen ze het op af? Op een, ja, ook weer een gewone, dat kan zelfs een gewone keukenweegschaal zijn. Die we ook inderdaad voor de cake gebruiken. Maar er zijn ook grotere aangetroffen, zoals deze. Een flinke weegschaal. En ze hadden ook gasmaskers? Ja, inderdaad. Hier hebben we er eentje liggen. Kijk, als het toch wat te penibel wordt, en we heeft een aantal malen wat meegemaakt, dan worden deze gasmaskers gebruikt. En de chemicaliën, die kunnen ze gewoon ook overal kopen? Nee, het is niet overal te kopen. Het is bepalend wat men wil maken, of men ecstasy dan wel amfetamine wil maken. Voor het een, de ecstasy, heeft men PMK nodig. Dat is echt een dure grondstof die niet vrij te verkrijgen is. En voor wat betreft de amfetamine heeft men BMK nodig. En waar halen ze dat vandaan dan? Ja, dat komt onder andere uit het Oostblok. Maar dan gaat het toch via illegale weg, komt het in Nederland terecht. Ja. En de andere stoffen die men daarbij nodig heeft, dat kan men in Nederland, maar het wordt voornamelijk in België aangeschaft. Men heeft eigenlijk een soort draaiboekje, zal ik maar zeggen. In het wereldje. Ja, voorziet men elkaar, tegen uiteraard geruime betaling, van de kennis op papier, zowel als het leren. Ja, de leermeesters leren het de leerlingen. En die gaan er verder mee aan het knoeien, zal ik het maar noemen. En inderdaad, dan gaan er een aantal stoffen bij elkaar. En in dat procedé is dat keurig beschreven hoe men dient te handelen om tot het eindproduct te komen. Op het recept dat in de criminele wereld circuleert, waarschuwt men elkaar ook voor de gevaren. BMK wordt niet in het lichaam afgebroken. Bij hoge concentraties in het bloed kan dit leiden tot duizelingen, concentratiestoornissen en geestelijke afwezigheid. Formamide wordt gemakkelijk in het lichaam opgenomen en leidt na langere tijd tot niet meer te genezen in potentie. Zoutzuur kan brandwonden veroorzaken en inademing kan levensgevaarlijke beschadiging aan de longen veroorzaken. Loog is nog gevaarlijker dan zoutzuur. Er zijn bovendien ook nog een aantal verklaringen gevonden en een aantal verklaringen afgelegd door mensen die zeggen, we hebben gezien hoe dat toeging in dat laboratorium. We hebben ook gezien hoe mensen er na 2 weken laboreren uitzagen. Vol met zweren, kapotte ogen, kapotte handen, uitgebeten gezichten enzovoort. Bovendien waren deze mensen niet aanspreekbaar meer. Zo wordt van een van de hoofdverdachten gezegd dat hij voortdurend door het laboratorium liep te dartelen. Hij sprong van hot naar haar, van zijn ene been op het andere. En dat lijkt mij nou niet, als we de hoofdverdachte nu zien, het normale gedrag van deze hoofdverdachte. In een van de laboratoria die we in februari van dit jaar hebben ontmanteld in Hees, nabij Os, hebben we hoogwaardige apparatuur aangetroffen. Expansievaten, waarin het procedé voor de eerste fase van 36 uur werd teruggebracht tot 3 uur. Maar je moet je voorstellen dat dan onder hoge druk en onder hoge warmte worden chemicaliën vermengd. En deze mensen, dat hebben we ook uit de verhoren vast kunnen stellen, weten echt niet welke reactie dat teweeg kan brengen. Als daar iets verkeerd was gegaan, dan was een hele wijk omhoog gevlogen. Absoluut. Gezien de hoeveelheid chemicaliën die daar aangetroffen zijn. Ik zou durven stellen dat het niveau, het chemisch niveau van de gemiddelde laborant niet boven dat van de basisschool uitkomt. Een van de getuigen zegt ook van het leken wel professoren uit Bassie en Adriaan. Daar worden dan middelen bij elkaar gegooid. Daar wordt een hutspot van gemaakt. Daar komen weer andere middelen bij. Dat wordt nog vaak een keer versneden. En dan komt het spul op de markt. En dan denk ik dat wij geven alle hier 100% deskundigen op dit gebied moeten zijn om te zeggen dat dit natuurlijk enorme gevaren voor de volksgezondheid oplevert. Dit is eigenlijk een voorbeeld wat we gebruiken als voorlichtingsmateriaal in onze preventieaanpak. En nou, alle namen, zoals u ook ziet, is de vliegende duif, de zonvees, het dropje, de kever, Volkswagen, het bijltje. Het zijn modieuze woorden, titels, zo worden ze in de volksmond genoemd, hè? Zo worden ze genoemd, ja. Dit zijn de zogenaamde sterretjes, zo worden ze aangeduid.
als mensen een dergelijke pil hebben gekocht in de tussenhandel en men wil meer van dit soort product hebben, dan bestelt men geen pillen meer, maar dan spreekt men over duifjes of smileys of over sterretjes. Dus men geeft daarmee zeg maar een kwaliteitsnorm aan de pil die eerder gekocht is. Ja, maar stel voor dat ik vorige week een duifje heb gekocht en dat beviel goed en volgende week wil ik weer een duifje en ik koop weer een duifje, dan krijg ik dan precies dezelfde pil? Wat mij betreft niet. Dat zegt helemaal niet dat dezelfde pil weer afkomstig is van de voorgaande partij. Men heeft alleen kennelijk gebruik gemaakt van eenzelfde stempel. Ja, en die stempels die zijn gewoon in omloop bij de criminelen? Jazeker, die stempels worden zeg maar aangemaakt in fabrieken en vervolgens worden die gebruikt in groeperingen. En als de ene groepering zonder stempel zit, wordt die hetzij geleased of uitgezet bij andere groeperingen. Ja. Een probleem is ook dat mensen die ooit een ecstasy-ervaring hebben gehad, die willen daar terug, hè, want het is prettig geweest, en denken dan met een pilletje dezelfde ervaring terug te krijgen. En dat is vaak helaas niet het geval. Omdat het pilletje dan een heel ander effect geeft dan men van het pilletje heeft verwacht. Nog erger is natuurlijk als je een ecstasy-achtig effect wilt en je krijgt een tryptogeen effect. Hè, dat je gaat hallucineren terwijl je eigenlijk het warme samenzijngevoel had willen hebben. Het onverwacht krijgen van een effect is altijd vervelend. En kan soms ook best tot paniek leiden, omdat je niet weet wat het in je lichaam doet. Je kunt het niet stoppen en je kunt het niet hanteren. Dus dat kan soms tot vervelende reacties leiden. Ja, ik heb wel eens dingen meegemaakt, ja. Vertel eens. Dat ze vanaf één dorp naar een ander dorp naar huis te rennen. Dat is een excessieve vergiftiging aan. Waren ze ziek? Waren ze ziek, ja. Die hebben in het ziekenhuis gelegen. En hoe merkte jij dat dan? Merkte je daar wat van? Ja, zelf dan zie je dat het weer iets slecht begint te worden. Dat is allemaal gekke dingen begint te doen in de deur. Zoals wat voor dingen? Ja, dat iedereen om elkaar liet rennen en allemaal van dingen. Merk je dat allemaal vanzelf. En dan denk je van, er gaat iets niet goed. Ja. En je zegt, dan rennen ze van het ene dorp naar het andere? Ja. Die jongen was gewoon helemaal gek geworden en die rende gewoon keihard naar huis. Toen heeft hij thuis weer uit de weg te halen. En toen heeft zijn moeder hem te pakken genomen en toen naar het ziekenhuis. Ja, in het begin van ecstasy zijn er verschillende jongeren aan overleden. Nou, en die gevallen, daar proberen wij dus inderdaad de mensen, de jongeren die op stap gaan, bewust van te maken van, luister, denk aan de gevaren van dat spul. Kijk, want vooral de jeugd, die willen allemaal, die zijn allemaal benieuwd van wat het is. Ja, natuurlijk. Het is spannend ook. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En als zouden we die voorlichting krijgen van wat goed is en wat niet goed is, waar je moet letten of je goede dingen hebt, want je kunt het overal krijgen. Of samen zijn het. Het is overal. Maar je kunt ook eigenlijk overal informatie krijgen. Maar ja, het probleem is, ga je daar naartoe? Mijn pillen worden steeds slechter. Die werken steeds minder. Ja, en werken ook weer anders. Ik weet niet, ze gooien er gewoon een ander spul erin. Wat dat is, dat weet ik niet meer. Toen jij dus, In het begin was het veel anders, ja. In het begin reageerde hij anders op die pil. Dan nou bijvoorbeeld. Minder prettig nou? Ja, meer agressief en alles. En ik weet niet. Lijkt wel of dat er een kwakspiet of zo erin zit. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Dat is niet zo best natuurlijk. Nee, daar word ik helemaal gek van. Dat merk je pas vaak als je het eenmaal in gebruik bent, wat voor rotzooi dat het is. Ja, maar wat voor rotzooi dat het is. Ik ben blij dat je het zelf zei. Hè? Ja. Maar ben er in ieder geval heel voorzichtig mee en zorg ervoor dat het niet van kwaad tot erger wordt. Je bent ook door het gebruik van die pillen in aanraking gekomen met de politie, hè? Ja. Hoe ging dat? Wat heb je allemaal uitgespookt? Ja, van alles inbreken, alles weghalen. Voor het geld? Nee, echt. Gewoon voor de kik is het was meer. En dan was je niet bang dat je gepakt werd door de politie? Ja, sta je dan niet meer stil. Want dat soort dingen vallen allemaal van je af, van angst en... Wat denk je gewoon niet meer na. Je voelt helemaal niks? Nee. Je denkt gewoon van, ja, ik kan dan wel de wereld aan. Dus denk je gewoon. Je
je kunt het natuurlijk ten eerste voorkomen door geen gabber of hardcore house te draaien. Dat is toch het publiek dat daar, enigszins in de publieke opinie, maar ook ja, wat uit ervaring blijkt, het meest mee geassocieerd wordt. Die muziek draaien we niet. Die mensen zijn 2-3 weken komen kijken, die vinden er niks aan. Die komen dus ook gewoon niet meer. De toiletten, wat ja, toch nogal drugsgevoelig schijnt te zijn. Dus wij hebben ook specifiek gekozen voor halve deuren, zeg maar. Dus dat je altijd ziet als er meer als één mens op een toilet staat. En ook de toiletjevrouwen erbij. Dus op het moment dat daar toiletjevrouwen zitten, dan durven mensen daar toch niet echt te gaan dealen of iets in die geest. Mensen die onder invloed zijn van cocaïne en speed en ecstasypillen tonen toch uiterlijke kenmerken die voor ons heel duidelijk herkenbaar zijn. Dus ze hebben strakkere bewegingstrekken, grote pupillen, de ogen staan opengesperd, de manier van dansen, ze zijn echt helemaal in trance en je ziet echt, ja, wat ze dan zeggen in de disco van ze gaan haar, dan zie je dus ook echt aan zo iemand, die echt, ja, dat komt niet natuurlijk over. En dan heb je ook wel mensen die echt gewoon op een glaasje spaarrood zo in muziek op kunnen gaan dat het ook zo lijkt. En dan komen we dan tijdens zo'n gesprek wel achter en dan bieden we ons excuses aan. Maar we leggen toch wel uit dat ook voor die persoonlijke veiligheid, dat we dat toch even navragen. Als mensen een overdosis hebben, ja, natuurlijk in eerste instantie ambulance of iets van dokter bellen. Verder is ja, het eerste wakker houden en vervolgens het, als ze in coma raken, proberen wakker te maken door middel van het op de duimnagel drukken of het spiertje in de nek inknijpen. Dat soort dingen met water in het gezicht gaan gooien. Toch de kleine klapjes in het gezicht, ja, dat mag dan in die instantie. Ja, het is dan toch belangrijk dat ze niet wegzakken of als ze weggezakt zijn, dat ze in ieder geval weer enigszins bij het positieve komen. En tegen die tijd is hopelijk de ambulance er die daar iets mee te maken heeft. Heb je het ooit moeten doen? Nee, gelukkig niet. Nee. Zijn er in jouw omgeving ook echt dingen misgelopen met mensen die pillen geslikt hadden? Je zegt wel, ze zijn mensen ziek geworden, maar nog ernstige dingen. Ja, toen een vriend van mij was dood. Die had toen, eens kijken, zelfmoord gepleegd en eentje, ja, die had een ongeluk gehad. Ja, en dat was het eigenlijk. Die vriend van jou die zelfmoord heeft gepleegd, die heeft dat gedaan vanwege de ecstasypillen of de speed? Ja, met pillen. Die had gewoon heel kort pillen ingenomen. En ja, we waren toen eigenlijk met z'n drieën. Ja, één jongen is overleden. Jij was er ook bij? Nee, ik was er niet bij. Waren ze echt bewust van plan om zich van kant te maken? Drieën, ja. Maar eentje is maar gelukt, want die andere twee die lagen snel in het ziekenhuis. Dus. Maar waren ze het zat? Of waren ze depressief? Of? Ja, dat weet ik niet. Als drugs gebruikt, doen er gekke dingen. Ja. En er is een ander die heeft een auto-ongeluk gehad? Ja. Die is toen ook overleden. Ook onder invloed van pillen? Pillen en alcohol. Uit het oogpunt van volksgezondheid is het toegestaan de pillen voor de consument te testen op zuiverheid. Het CAD in Eindhoven doet dit tijdens kantooruren. Op houseparties gebeurt het door het adviesbureau Drugs van August Deloor. Hoe men de pillen test mocht niet door ons worden gefilmd. Maar de technische recherche van de politie test chemische drugs op vrijwel dezelfde manier. En hier staan de verschillende reacties van heroïne, zou je paars uitslaan, amfetamine, oranje. En dat gaat dadelijk naar bruin. En bij ecstasy gaat dezezelfde test naar paars tot zwart. U hebt nou een
tablet onderzocht. Wat weet u nu precies van dit tablet? U zegt het is een indicatie. U weet dat het amfetamine is. Nee, ik weet niet dat het amfetamine is. Het geeft, u zegt hetzelfde, de indicatie dat het amfetamine kan zijn. En de test, het testen van het tablet gebeurt op het gerechtelijk laboratorium. Want u weet niet hoeveel werkzame stof erin zit? Nee. Of er alleen maar amfetamine in zit? U weet eigenlijk niks, alleen dat het ik amfetamine weet dat zou kunnen zijn. Dat het indicatie geeft dat het amfetamine zou kunnen zijn. En verder gaat het niet. Wat je doet op de houseparties en het testen met CAD is de kleurtest, hè? Ja, en verder werken we met coderingslijsten. Dat zijn hele ingewikkelde lijsten. Dan gaan we de pil meten, de diameter, de dikte. En aan de hand van die lijsten kunnen we een pil traceren. En het zijn ook weekendlijsten, dus wekelijks worden de pillen die populair zijn nagetrokken. En hoeveel staan er op de lijst inmiddels? heel wat, honderden. Ja, maar is het niet dweilen met de kraan open, dat testen? Ja, het is het is heel moeilijk voor ons. We lopen altijd achter de feiten aan. Pas als een pil op de markt is, komen we eraan. Komen we erachter wat voor een pil is. Dus als er een pil is met een gezondheidsrisico, komen we helaas pas achter als er een aantal mensen die geslikt hebben. Maar datgene wat we nu doen, de vruchten die zien we al. Er komen heel veel jongeren pillen testen. Jongeren zijn kritischer geworden met het gebruik van middelen. Nou, ik denk dat we daar al flink wat gewonnen hebben. Dit was een transport dat op weg was naar Spanje, waarbij we dus ingegrepen hebben. Je ziet hier de ecstasypillen, het lachende gezichtje, en hier de Playboy, dat zijn de amfetaminepillen. Ja. We hebben dat transport, op het moment dat we de zekerheid hadden dat het ook echt op weg was naar Spanje, hebben we het laten stoppen. We wisten dat het in de auto moest zitten. Het was een busje voor een bouwbedrijf. Daar zaten twee hele grote gasflessen in. En deze pillen waren dus in de geprepareerde gasflessen gedaan. En hoe kan dat? Want die dingen zijn normaal helemaal dicht, hè? Nou, we kunnen deze kranen kunnen eruit halen. En dan hebben ze hier die plastic zak doorheen gedaan. En later de pillen ingevuld. En het bovenstuk van de zak met zo'n trekbandje dicht gedaan. En dan de zak erin laten vallen. En vervolgens draai je de kranen weer op. Ze hebben het eerst geprobeerd met condooms, zei u. Die kunt u in deze ook nog zien. We hebben deze, om de pillen eruit te halen, opengeslepen. En daar zagen we tot onze stomme verbazing een condoom in liggen. En dat is natuurlijk een heel vreemd object om in een gasfles te liggen. Maar die condoom die begaf het onmiddellijk. Ik kap me, ja. Ik kap terecht mee. Waarom? Ja, het is toch gewoon eigenlijk geldverspilling. Als je het zo bekijkt, dan is gewoon een handvol geld weggooien. Is dat de enige reden? Nee, dat niet, maar ik kan beter niet doen dan wel. Dat maakt gewoon een hele leven kapot. Ja? Als je van hoort wat er allemaal in je lichaam kapot van gaat, dan zit het zelf al niet meer zitten. Ik denk, alles overziende, dat het zeer terecht is geweest dat de afgelopen jaar met name, 1995, de richtlijnen met betrekking tot de strafvordering in zaken betreffende synthetische drugs gelijk getrokken zijn met de richtlijnen die gelden voor producten als heroïne, cocaïne en andersoortige hard drugs. Via deze richtlijnen, waarin langdurige gevangenisstraffen worden gesteld op het produceren van synthetische drugs en het voorhanden hebben en het verhandelen van deze synthetische drugs, moet duidelijk worden gemaakt hoe ernstig wij als overheid, als justitie, tegen deze handel en deze productie aankijken. Ja, nee, is niet lichamelijk verslaven, maar wel geestelijk eigenlijk. Ja, dus als een sterke geest, dat kunnen wij er wel tegen zetten, maar ja, dat heeft niet iedereen. En daar gaan ze dan onderdoor. En dat heb je zelf ook gemerkt, dat het moeilijk was? Ik heb het wel een tijdje moeilijk gehad, ja. Toen, ik weet niet. Het lukte niet, maar ja, dan op een gegeven moment verzamelde ik toch genoeg moed om toch zo te proberen langzaam af te bouwen. En ja, dat is bij mij gelukkig goed gelukt.
deze verdachte heeft heel bewust andere mensen in gevaar gebracht. Hij heeft heel bewust door zijn handelen andere mensen aangezet tot criminaliteit. Ik denk ook dat de straf een afschrikwekkend voorbeeld moet zijn. Afschrikwekkend moet werken naar anderen zoals deze hoofdverdachte die denken op een snelle en makkelijke manier aan geld te kunnen komen. Dat betekent dat u aan deze verdachte een zeer langdurige gevangenisstraf op moet leggen. Verdachte heeft gedurende langere tijd, 1 jaar, deel uitgemaakt van een misdadige organisatie die zich bezighield met nagenoeg alle handelingen die bij de opiumwet zijn verboden. Verdachte kan worden aangemerkt als één van de belangrijkste figuren in die organisatie. De rechtbank veroordeelt verdachte derhalve tot een gevangenisstraf voor de tijd van 7 jaren. Met aftrek van de tijd die verdachte reeds een voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Dat zijn alle uitspraken van vandaag. Thank you.